Wij zijn Jink en Theo de Jong en we wonen en werken in Zuid-Afrika. En sinds 2014 hebben we de stichting Good News South Africa opgericht. We zijn actief in het dorpje Karatra en in de wijde omgeving. Het is zo'n straal van 17 kilometer. En Karatra betekent in de volksmond diep en donker. En veel mensen wonen in diep en donker omstandigheden. En heel veel kinderen groeien op met een verkeerd fundament. Het fundament is al verkeerd gelegd door drugsmisbruik, alcoholmisbruik, seksueel misbruik, armoede, geestelijke armoede. Maar er is hoop. En God wil hen hoop geven. En als ik dan in het Bijbelboek Jesaja lees, in Jesaja 58, dan vraagt God ons de goede dingen te doen. Niet alleen de dingen zoals vasten en bidden, maar ook het goede te doen. En als je het goede doet, zegt God, dan zal er licht opgaan in de duisternis. En dat is voor mij zo'n bemoediging, krijg ik er gewoon kippenvel van. Want duisternis in diep en donker is hetzelfde. Dus als wij met het lighthouse het licht van het evangelie in deze omgeving kunnen laten schijnen, dan zal het licht opgaan voor de mensen. Wij mogen een nieuw fundament samen met die kinderen leggen waar ze hun levens op kunnen bouwen. Om zo te komen in de bestemming die God voor hen heeft.